tweede wedstrijd voor deze twee ploegen onderling. Wat een ploeg, Raoul. Ongekend. Ongekend. Als je dit zou moeten namaken, dan ben je heel wat euro's kwijt. Als je dit thuis ook wilde gebruiken. Dit is niet bij elkaar te spelen, dit. Nee. En toch nog steeds, ja, we zeiden het vorige keer ook, opvallend dat je bij elk team weer verschillende namen ziet. En tot nu toe trekken de namen van ADO aan het langste eind. En hij wisselt naar verdedigend VVV, want dat hoorden wij net na de vorige wedstrijd nog. Hij stond 70 minuten lang op ultra verdedigend. Ja, dat is briljant dat je daar na 70 minuten achter komt. Sandro mag zichzelf echt voor de kop slaan wat dat betreft. Want dat is gewoon een stukje scherpte, een stukje professionaliteit. Hij begint nu voortvarend, als ik het zo zie. Dat waren goede, vlotte bewegingen. Eerste aanval, eerste kans. Arnijn, hoekschop voor VVV. Dat dus een enorme achterstand moet goedmaken. 5-1, 4 doelpunten achter op Mitchell. Ja, en dit zal ook wel een beetje het spelbeeld blijven van deze wedstrijd. Want VVV moet dus. En als iemand goed is in een voorsprong vasthouden, dan is het Mitchell wel. Terwijl hier de Gea even lekker een snoepduik neemt. Wat was er nou ingeleverd nu door Mitchell? Ongeduldig zou je kunnen zeggen. Cruijff, het is goed gedaan. Naar buiten, dat had Mitchell niet verwacht. Het is dit, joh. En weer van corner gaan. Mitchell vraagt zich af wat er allemaal gebeurt. Ja, misschien toch een verschilletje in tactiek dat dus heel gunstig uitpakt voor VVV. En we weten het, als je druk zet op FIFA, kan je er heel lastig tussenuit voetballen. Ja, het is bijna voor het eerst deze FIFA. FIFA 19 is een game waarin druk zetten wordt beloond. En het is moeilijk om je voorsprongen vast te houden, maar nu is het wel een voorsprong van 4 doelpunten. Zo, Mitchell zucht nog maar eens diep, zeg. Ja. Met een kleine pauze tussen de reclame door. Niet heel gunstig. Misschien uit zijn focus trekken. Ja, zal hij toch gespannen zijn? Zal hij inderdaad concentratiemoeilijkheden hebben? Levert hem toch weer snel in. Waarom lever hem niet gewoon simpel in bij een... Ja, misschien dan toch middenvelder. Een soort van onzekerheid over dat je weet dat het met 5-1, ja, het klinkt wel raar, nog steeds niet helemaal gespeeld kan zijn. Lijkt het op. Hier is hij nu met Cruijff. Hoe rustig is Mitchell? Goed, vrij man gezocht. Roberto Carlos is dat. Linksback stoomt mee op. En toch voor de veilige optie gaan. Tikje terug naar Gullit. Altijd. Carlos. Weer terug naar Gullit. 2-3 man in de buurt van de 16. Maar daar gaat Mitchell voorlopig nog niet naartoe. Ja, dit is goed gedaan. Verovert nu de bal door Gesandro. Maar leeft er meteen weer in. En toch is Sandro heel afwachtend met zijn spelers. Zit goed tussen nu met Gullit die er achteraan rent. Je bedoelt dat hij meer druk zou kunnen zetten? Hij zou eventueel meer druk kunnen zetten. Je ziet ook dat zijn aanvallers nog steeds heel erg naar voren staan. Uiteraard wil je dat natuurlijk ook. Maar als Mitchell dus aan het rondpassen is bij jouw eigen 16, zou je willen dat niet alleen de middenvelders en verdedigers druk zetten, maar dat ook de aanvallers terugkomen om te helpen. Ja. Want zoals nu, Mitchell kan er eigenlijk heel gemakkelijk uit voetballen. Is dit compact genoeg? Wie is er eerder bij de bal? Dat is Vieira. Oef, en nu gaat er een grote kans komen voor Mitchell. Nee, Eusebio leek daar vrij te komen. Nu gaat de bal aan de andere kant naar Cruijff. Spel? Nee, zeker niet. Nou, Togetta, toch weer gaan voor de meest zekere optie. En dat is dan niet de voorzet. Ja, maar hij raakt de bal wel op gekke plekken kwijt nu. Ik voorzie een doelpuntje voor Sandro binnen nu en 10 minuten. Ja, dat heeft misschien met de tactiek te maken dat de spelers van VVV wat gretiger zijn en wat eerder voor hun mannetje komen in plaats van dat ze aan het afwachten zijn. Dat moet natuurlijk ook. Maar als je dan een wat hardere paas geeft, een LB-paas, helemaal over een wat grotere afstand, kunnen de spelers van de tegenstander vaak eerder reageren dan de spelers doen naar wie de bal wordt gepaast. Goed, nu van rechts naar links. Sandro, nu komt rechtsback weer vrij. Daar had hij nog naartoe gekund, maar hij gaat toch in één keer naar Messi. Die moet hem voor zijn linkerbenen hebben, krijgt hij niet. En dus toch weer deze dreigende aanval verdedigd door Mitchell. Toch opvallend dat Messi dan op dat moment niet balvast is. Ja. Ja, hij deed een fake shot ook zo in de aanname. Ja, een fake shot. Maar hij had ook gewoon eigenlijk even naar zijn rechtsback gemoeten. Het was toch te ongeduldig om die bal direct naar Messi te spelen, denk ik. Als hij naar zijn rechtsback had gespeeld, dan had Mitchell daarna moeten kiezen. Ja. Geen overtreding, wel een overtreding. Vrije trap ADO. ADO dat dus een voorsprong heeft van 4 doelpunten. We zien het niet in beeld. Oogt heel zenuwachtig. Ja. Dat is natuurlijk voor sommige e-sporters wat anders. Een andere tijdstip op de dag ook, waarop ze normaal gesproken 4 spelen. Sommige mensen die spelen om 4 uur, 3 uur s'nachts nog. Nou, doet het er niet toe hoe laat het nu is. Maar ik kan je vertellen, het is geen 4 uur of 3 uur s'nachts. Nee. Nou, Bas Stent is wel ergens hier in deze ruimte. Dus je zou bijna die heeft het heel zwaar maken. Die was op tijd ook vandaag en die zei ook dat het kwam omdat hij dus inderdaad niet geslapen had.
Oh, dat meen je niet. Ja, dat verbaast ons niks. Dat is sowieso. We zijn in ieder geval blij dat u tijd was. Maar toch is het ergens altijd wel weer bijzonder om te horen. Maar inderdaad, het zou me niet meer moeten verbazen, inderdaad. ADO met het balbezit op de helft tegenstander, maar is nog niet dreigend geweest. Oh. Nu dan met een rare frommel. De tackle was er van, volgens mij Alexandro, namens Sandro, maar Alexandro, ja. Accepteer. Ja. VVV, 66% passing met schuif. Messi wint even in de lucht van Carlos daarnet. Ah, dit is gunstig. En dan raakt hij weer die bal kwijt door een animatie. Je ziet toch veel meer balveroveringen van Sandro. Kijk, dit is gewoon een hele lastige paas. Je weet het van tevoren. En nu Messi inderdaad voor zijn linker. Oh, zit Maldini er goed tussen. Nog een keer Messi. Nee, Meunier remt op. Maldini voor de veiligheid naar Eusebio. 1-2'tje. En dan gaat Ronaldo daar diep. En Eusebio ook weer daar aan de rechterkant. Oeh, kan vrij, ja. Eusebio. Ontzettend goede speler is dat, zeg. Man. Eén van de betere in de game. Geweldig schot, snelle dribbel, tweebenig, kan alle trucs. Het is een complete aanvaller. Net als die andere paar die voorin lopen natuurlijk. Gullit, Cruijff, Ronaldo, het zijn allemaal fantastische voetballers. Die niet voor niks worden gekozen. De jongens hebben beschikking tot alle spelers in de game. Ja, wat zijn dan nog andere opties? Ja. Die staat niet heel veel minder. Ik zou me graag een keertje laten verrassen door iemand die opvallende keuzes maakt. Ik heb al hier en daar een paar keer gezien dat bijvoorbeeld bij, ik weet niet meer bij wie dat is, dat iemand Thierry Henry inwisselt. Nou, dat zie je ook niet heel vaak. Utrecht doet dat trouwens. Ja. Ah, dat zijn vette dingen, ja. Mensen die gewoon alsnog met Bill spelen of zo, weet je. Dat zou ik grappig vinden. Dat zie je ook nog wel eens voorkomen. Ben jij heel erg fan van, toch? Hele goede speler. Nou ja, hij is gewoon echt heel erg sterk in deze game. Het enige is dat hij gewoon niet tweebenig is. Dat is een grote manco. Maar hij is ook veel langer en kopsterker dan heel veel wat flegmatiekere aanvallers. Ja. Het is totaal ander type dan Eusebio, maar ja, ik ben er wel fan van, ja, van Bill. En als hij dan inderdaad gedekt wordt door Mitchell, die heel promo. Ja, dit zit er iets yes, van. Man! Rot even lekker en op, man. Dit gaat toch helemaal nergens over, ja. Hij levert hem toch echt zelf in, maar het is inderdaad... Hij paast hem in zijn voet of? Ja, hij van zijn voet? Hij paast hem in zijn voeten volgens mij. Ja, nee, dit is... Het is vervelend, maar... Je kan er eigenlijk niemand anders dan aanwijzen. Nee. En dan gaan we met rust 0-1 in. Ja, dan is het eigenlijk natuurlijk al gedaan. Ja, dit is de beslissing. Het gebeurt veel. Ik moet zeggen... Ik heb het zelf zelfs nog wel eens. Ja, dat je wil gewoon meteen naar voren. Je wil doorvoetballen. Je tikt dat balletje niet terug. Je moet hem eigenlijk wegrammen of veel veiliger afwachten of terugspelen. Maar je wil zo graag naar voren. Meteen je middenveld inspelen en counteren. Daar komt dit vandaan. En dus kunnen alle ideeën van Sandro om nog helemaal terug te komen in deze wedstrijd de prullenbak in. Al gaat hij hier nog wel eventjes een nog offensievere tactiek instellen. Nou, je zou toch verwachten dat helemaal met die nieuwe gameplans... dat dit een van de tactieken zou zijn die je van tevoren hebt ingesteld. Ja, de alles of niks tactiek. Ja, voor, nou ja. Kijk, stel je maakt weer 3 doelpunten ineens. Het kan. Dan moet je op pauze drukken om weer alles terug te veranderen. Ja. Want dan heb je huidige gameplan namelijk aangepast. Maar goed, dat zullen ze natuurlijk zelf veel meer ervaring mee hebben. En ja... Ik ben bang... Dat we niet heel veel meer actie gaan zien. Een beetje irritatie hier en daar. ADO dus nu on aggregate, zoals ze dat zouden zeggen. Sander kan erom lachen, die weet dat er op dit moment gebeurt. 6-1. Niks zegt het tegen zijn jongere broertje, maar laat je niet gek maken, Sandro. Je weet hoe die is, zo speelt hij altijd. Ja. Ja, het is vervelend om tegen te spelen, maar het is wel gewoon een hele goede tactiek en strategie die Mitchell hanteert. Dat is mooi, het vergt wel veel focus. Niet iedereen kan op die manier spelen. Nee, zeker niet. Ik kan nog niet een voorsprong van 1 of 2 doelpunten vasthouden vanaf de 80ste minuut. Moet je nagaan dat Mitchell dat gewoon kan vanaf de 40ste minuut of wat dan ook. Dat is echt bizar. Ja. En ja,
dat ga je misschien nu ook zien. Het enige wat er gebeurt bij Sandro is dat hij hier een beetje ongeluk heeft. Dat hij gewoon overhaaste beslissingen kan gaan maken. Zoals net al bij de doelpunt. Ja, we hebben het al gezien inderdaad. Ja, het is een mooie uitspraak geweest van Johan Cruijff altijd. Voetbal is simpel, maar het moeilijkste wat er is om simpel te voetballen. En dat is wel een klein beetje in lijn met hoe Mitchell speelt. Van, het ziet er zo simpel uit, alleen toch is het nog best wel moeilijk om zo'n lange tijd geen foutjes te maken. En echt nauwkeurig te spelen. Zo, daar is hij. Lekker getimed schot van Gullit. Sandro klinkt meteen door. Hij heeft nu natuurlijk nog 37 minuutjes voor 4 goals weer. Om gelijk te komen. 6-2 is het nu in totaal. Het kan, Rudy. Ja, als jij uiteindelijk nog één wedstrijd weet winnen, heb je er niet zo heel veel aan. Maar dan heb je wel pot gewonnen vandaag. Nee, maar 4 goals kan zelfs nog. Ja, tuurlijk. We zien het vaak genoeg, of tenminste vaker dan verwacht wordt. In ieder geval. Maar het kan. Maar het als hij er 2 inlegt nu, voor de 80ste minuut. Ja, maar ja, dan moet hij heel snel zijn. En niet zoveel ruimte weggeven zoals dit. Want ja, je weet dat Mitchell die bal niet gaat spelen. Je moet er een keuze in maken. Of je weet dat hij die bal terug kan spelen naar de verdedigende middenvelder. Of hij gaat dus zelf op avontuur richting de cornervlag bijvoorbeeld. Kijk, dit hier moet je het van hebben. Nu moet je zelf niet die bal snel kwijtraken. En ga niet zo lopen skillen. Dat is helemaal niet nodig. Je moet het zelf ook simpel houden. Anders ga je er niet komen. En dan zie je dat de lengte van Meunier ook invloed heeft op zijn balans als speler. Dus hij als lange speler heel snel uit balans gebracht kan worden. Mooie analyse vind ik dat. Ja, dat zijn statistieken die dit jaar gewoon ontzettend belangrijk zijn. Hetzelfde als reacties. Je weet dat met die 50-50 challenges dat er heel vaak een afvallende bal is. Ronaldo hier. God, Fernandes, hij wel heel sterk in dat duel. Wat ik wilde zeggen, reacties, dat is ook een stat die net als balans en composure, zelfbeheersing, gewoon ontzettend belangrijk is dit jaar. En eigenlijk statistieken zijn die meer dan ooit echt een invloed hebben op hoe een speler speelt. En als reacties. Ja. Is dat hoe scherp hij is bij rebounds? Dat is waar ik dan eerst aan denk. Ja. En je ziet ook bij verdedigers. Het kan gewoon. Het kan ook. Ja, het kan ballen ook. Kunnen gewoon, maar bij reacties inderdaad, bij afvallende ballen en bij een rebound, bij de paal. Maar ook bij verdedigers dus inderdaad, als er een interceptie wordt gemaakt of de bal verandert van richting, hoe snel ze reageren. En dat zie je dus ook bij de beste verdedigers. Die hebben, bijvoorbeeld Furnet heeft het ook, die heeft rond de 65 dribbelen. Maar dat is niet omdat hij hele hoge balcontrole heeft en dat soort statistieken. Maar het is dus puur omdat hij een hoge composure heeft. Dus hoe kan hij onder druk die bal uitvoetballen en de bal wegschieten. En met de reacties, hoe snel reageert hij op een schot dat voor een richting wordt veranderd. Of een kapbeweging van de verdediger. Ja, oh, die een moet reactie doen, hoor. Geen bij het spel. En dan kan het gewoon nog eens gaan gebeuren met nog maar 30 minuten. 20 drie goaltjes. Drie goaltjes. Het is lastig. De kans is groter dat het niet gebeurt dan wel, maar het kan. Nou, Mitchell was wel redelijk zenuwachtig. Of tenminste, zo oogde hij inderdaad. Ik moet zeggen, Sandro ook wel met goede druk en goede acties. Was weer een goed fake shot van Gullit daar voorafgaand aan het doelpunt. Ja, een beetje geluk natuurlijk met die rebound. Maar ook dat geluk moet je hebben. En dat zijn dan gewoon schoten die je moet nemen, wetende dat zo'n bal zo kan vallen. Absoluut, precies. Stony Kok is daar een heel goed voorbeeld van. Die doet vaak van dit soort acties. Die geeft ook regelmatig een voorzet, wat we ook nog een keertje hebben besproken tijdens de Eredivisie. Dat is gewoon heel optimistisch voetbal. En je weet, er is altijd een kans. Ook al ben je in een hele lastige situatie, op een hele aparte positie, waar normaal gesproken een schot nooit logisch zou zijn. Als je hem hard genoeg schiet, recht op de keeper, dan heeft hij de moeite mee. Dan valt hij of af, of je krijgt er een corner mee. En corners zijn soms net als penalties hier. Derde corner penalty? Nee, inderdaad. Zo. Grote kans laten liggen door Mitchell, om het te beslissen weer. Weer te beslissen, ja. Voor je gevoel was Sandro al 3 keer overleden, maar hij is toch nog een klein beetje opgekrabbeld. Ja, Dani is ook iemand die we het heel veel zien doen. Die schiet gewoon heel veel. Ja. En terecht. Gaat Ronaldinho kijken. Dat is een speler die ik graag even in actie zie. Matheus. Lotha Matheus. Constante druk, breedte. Nog hoger, man. Breedte ook? All the way. Dan gaan we weer. Laatste virtuele kwartiertje van deze wedstrijd. Op dit moment dus 6-3 in doelpunten. Op dit moment inderdaad 6-3. Ja, dan zal me niet verbazen als Mitchell deze bal kort gaat nemen. En dan nog een speler naartoe roepen. Ja, 100%. Ja, als je hem nu verliest hier, dat doet hij niet. Maldini, dat is toch opvallend hè, dat je centraal verdediger dan niet in de 16 staat, maar landje 16. Dat is zo hinderlijk. Je hebt het ook met uitverdedigen hoor, dan staat jouw Manolas of jouw verdediger staat in één keer in de spits om die bal voorin weer te winnen. Dit wordt
Dat is een goede beweging. Nu dan. Als deze aanval succesvol is, is hij niet. Ferdinand. Ja, tuurlijk. Wat zei hij? Wat een game. Wat een game. Ja, dat is niet heel erg gek hoor, jongen. Nee, dit was geen heel vreemde situatie zo. Ja. Ja, Cruijff. Verkeerd getimed, maar zit wel. Ja, dat maakt in dat opzicht niet zo heel veel uit of het rood getimed is of niet. Want je hebt er wel gewoon een van de beste aanvallende middenvelders van de hele game erin staan. Binnen de 16. Lekker schuin. Zou je vinden dat het anders moet zijn? Dat als je bijvoorbeeld rood timed, dat je dan echt helemaal verkeerd raakt? Ja, het gebeurt vaak zat. Maar dit is gewoon zo'n ja, geweldige uitgangspositie voor een schot. Maar ja, goed, als je hem echt rood timed. Ja, nou, het zou in principe een keuze moeten zijn van oké, ik ga in plaats van niet voor time voor een normaal schot. Ik vind wel dat je ervoor mag worden gestraft. Ja, ja, sowieso. Ik bedoel, je neemt een gok en in dat opzicht. Maar goed, wat jij ook zegt, ja, het is fout genoeg dat hij dan alsnog helemaal verkeerd raakt. Dus misschien in dit opzicht dan gewoon gelukkig. En dan is het natuurlijk helemaal gespeeld 2-2. Weet Sandro niet eens een overwinning eruit te slepen uiteindelijk in 2 wedstrijden, wat toch zonde is. Maar goed, helemaal niet verrassend. Hij moest veel aanvallender gaan spelen, was na 3 verdedigende formatie geswitcht. En dan weet je dat je heel veel risico neemt en ook tegen doelpunt er aan kan komen gewoon. Ja, terwijl Ballack nog even in de ploeg is gekomen bij ADO. De Duitse icons die nog even hun... Ja, een aantal Chelsea icons erin staan ineens. Gullit. Gullit ook, Ballack, ja. Hey. Zo, een hakkie. En dan toch nog die overwinning, daar heb je hem. Ja. Toch nog 3 punten bijna. Nou, 3 punten niet, maar... Nee, geen 3 punten. Ja. Virtuele puntjes. En dat is iets wat we niet vaak zien, een slordige Mitchell-denker. Nee. Zou hij dan nog voor die gelijkmaker gaan? Want het is ook wel iemand die inderdaad dan nog wel gewoon, ondanks dat hij al... gewonnen heeft over 2 wedstrijden, ook nog wel een gelijkspel wil halen. Zo eerzuchtig. En zo doet Mitchell hele goede zaken om plek 3 te veroveren binnen deze. Wordt nog gelijkspel denk ik, niet? Pelé. Oh! Hey, dat pakte goed uit voor Sandro. Hij bewoog zijn keeper, maar daardoor ging Mitchell twijfelen. Of die ging ervan uit dat hij zijn keeper ging bewegen. En uiteindelijk gaat Sandro er wel met een overwinning vandoor. Maar dus overal een ruime overwinning voor Mitchell. KPN en Fox Sports. Partners van de Eredivisie.